Nu in Ruilkost. Nee, het gekste voor mij was toen ik erachter kwam dat ik een stiefbroer heb. Het meest gênante moment in 2016 wat ik eigenlijk voor mezelf houden, maar ja. Wie wil je in 2017 niet meer zien? Nou, dat is heel simpel. Ja, nee. Het is gewoon, ik vond het echt super ongemakkelijk. Dit is Ruilkost. Wat zijn mijn gekste momenten van 2016? Nou, dat is best wel lastig, maar ik denk dat ik toch wel voor een video ga van Fijne Vrienden. Ik denk het Wil Je Met Me Trouwen prank video die we zeg maar hebben opgenomen. Ja, we hebben serieus, we hebben beide onze vriendinnen verlaten, 7 jaar geleden. Hè? Voor elkaar. Ja. Oh. En er waren ook een paar van die homo-haters die zeiden, huh? Wat gebeurt hier nou weer? En nu is het echt de tijd voor de volgende stap. Nee. Ja, ik ga daar volgende keer. Ja, nee, ik vond het echt super ongemakkelijk. Wil je met me trouwen, vinden? Ja, as simple as it is. Nee, het gekste voor mij was toen ik erachter kwam dat ik een stiefbroer heb. Al 3 jaar. Die ik nog nooit had leren kennen. En hij stuurde me een berichtje op Facebook dat hij in Amsterdam kan wonen. En eerst geloofde ik het soort van niet. Maar toen leerde ik hem kennen. En toen kwam ik erachter dat hij onwijs tof is, super gezellig. En dat ik dus opeens een nieuw familielid erbij had. Het gekste moment voor mij persoonlijk wat ik heb meegemaakt is toch wel dat ik een paar maanden geleden bovenop een hele hoge berg stond in Japan. Mount Fuji. There were those Japan times in July. Ik zat naar onder te kijken en ik dacht echt van, waar de fuck ben ik nou weer beland? Het was echt bizar. Het is alsof je, ja, weet ik veel, echt een avontuur van je leven maakte. Ik vond dat heel bijzonder, omdat ik had nooit echt verwacht dat ik dit soort dingen ging doen. Ik was vroeger echt een soort van kluisenaar op een zolder. Hoeveel geld ik aan daklozen of andere doelen heb gegeven? Ik heb bij elkaar dit jaar, ik gok, 20 euro bij elkaar misschien. Aan daklozen geven? Nou, misschien wel iets meer. Oké, zoiets. En dubbele, nee, niet aan andere doelen geven. Wel aan Stichting Mama. Die heb ik heel veel geld gegeven. Ik geef wel eens geld aan een dakloze die bijvoorbeeld heel mooi muziek speelt. Maar gewoon mensen die echt dat geld verdienen, dat geef ik ze wel. Of als ze naar me toe komen van, yo, heb je misschien klein geld voor een biertje? Dan ben je eerlijk, dan geef ik je geld. Maar nog even voor de duidelijkheid, al die zwervers die naar je toe komen van, ja, ik heb thuis 20 kinderen, een vrouw, we hebben honger, die geef ik geen geld, omdat ik weet dat ze liegen. Ik heb een paar keer geld gedoneerd aan Stichting Vluchtelingenwerk, omdat ik vond dat dat wel heel urgent was. En ik ben lid van Stichting Slow Food. Zij investeren in duurzame landbouw. Ja, ik geef af en toe geld aan een dakloze persoon, maar ik heb niet echt het idee dat die vervolgens iets met zijn leven gaat doen, behalve crack halen. Dat soort dingen. Iedereen moet crack gebruiken hier al. Nah, niet. En als je dat niet doet, crack, val je in slaap en dan kom je in de gevangenis. 3 dagen. Oh. Mijn meest gênante moment van 2016. Volgens mij heb ik aan de lopende band gênante momenten. Maar voel ik dat zelf niet zo, omdat ik niet zo heel veel gêne ken. Als ik iets zou moeten kiezen, dan was het waarschijnlijk het moment dat ik door een tafel zakte op een feestje. Toen ik erop stond te dansen. Ja, dat was wel een beetje gênant. Het meest gênante moment in 2016 wil ik eigenlijk voor mezelf houden. Maar ja, hier is het dan. Ik heb geplast in. Ik weet mijn moeder ook niet, dus ik hoop dat ze dit niet ziet. Ik heb geplast in de badkamer. En ik was niet dronken. Nee. Ik was gewoon heel moe. En toen heb ik per ongeluk geplast in de badkamer. Ja, de badkamer is tegenover de wc. De vetste video op YouTube van 2016. Ja, ik denk dat ik ga voor het kanaal Woody Wonder. Die hebben een video gemaakt. Woody versus the Joker. Met hele vette special effects en kung fu en alles. En het is echt heel vet. Dus beter knippen je dit nu in dit filmpje. En laat even een klein stukje zien. I'm the Joker. What do you expect? Ja, ik weet eigenlijk niet of die uit 2016 is, maar ik heb hem in ieder geval zelf in 2016 gezien. Is van een
jongetje die zeker niet ouder is dan 13. En die staat achter twee verslaggevers van een nieuwszender. En hij begint zo diva te dansen. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Het is zo hilarisch hoe hij met sterallures zich zo aan beweegt. Nou, ik zou willen dat ik het kon doen, want nou, ik kan niet zo goed dansen. Maar ik moet iedere keer weer huilen van het lachen. Zo grappig vind ik het. Wie wil je in 2017 niet meer zien? Nou, dat is heel simpel. Kijk maar naar Road to Vietnam. Raaf. Wat denk je dat wij hebben gedaan? Even relaxed doen. Nee! Sta hard te trillen. Ik wil je zo hard op je muil slaan. Dan moet je niet zo toe tegen mij te keer. Nee, dan moet je schotselen maar goed. Verre dan maar goed doen. Welke debiel bedenkt het nou om van die straat af te gaan? Racisten! Die wil ik niet meer zien in 2017. Dat was saffie. Verder. Hoef ik ook geen plastische chirurgie meer te zien bij minderjarigen. Kijk naar Kylie Jenner, die is 17 en die ziet er tegenwoordig uit alsof ze 38 is. Vind ik heel bizar, dus dat wil ik ook niet meer zien. En Zwarte Piet, die wil ik ook niet meer zien. Ja, waar ik wel echt een hekel aan heb, zijn van die bedrijven die dan helemaal gaan meeliften op die vlogger-hype. En dan, weet je wel, Slam FM die een vlogger zoekt, dat soort dingen. Ik voel dat gewoon echt niet. Ik wens iedereen fijne feestdagen. En alvast een gelukkig nieuwjaar. Niet te veel zuipen. Ik ga dat wel doen. Ik wens iedereen een mega fantastisch, knettergestoord, fucking leuk 2017 toe. Ik denk dat we volgend jaar een heel vet jaar gaan hebben. We hebben dan weer een nieuw team, frisse ideeën. Dus dat gaat super vet worden. En vergeet ook sowieso niet te abonneren hieronder. Doe even een duimpje omhoog als je ons vaker wil zien praten over geweldige dingen in het leven. En ik ga even de kerstboom in de fik steken. Ik vind dat ding echt oerlelijk in mijn huis. Later! Meer zien? Ga naar npo3.nl/rouwkost.